Nina en Simone, het ging goed vandaag, hè? Ja, ik ben heel tevreden over vandaag. Ik denk dat we echt al onze emoties in de dans hebben gestoken. Allee, ik toch in ieder geval. En hij doet dat elke week. Keigoed. Dus nee, ik heb er echt enorm van genoten. En het was een hele mooie, hele leuke dans om te kunnen tonen vandaag. Hoe was het voor jou om die passie in een dans te steken? Je vertelde in het filmpje dat het niet evident was. Maar ik denk toch dat je er goed in geslaagd bent. Ah, wel, ik denk dat ik er beter in ben met het te tonen door middel van de dans dan om erover te praten. Dus dat is in ieder geval al een goed teken. Volgende week ga je niet met Simone dansen. Nee, klopt. Wat is jouw eerste reactie daarover? Een beetje in shock en een beetje heel verdrietig eigenlijk ook. Ik denk dat het is gewoon moeilijk omdat je hebt... Ja, we werken nu toch al een paar maanden samen en je hebt zo'n band met iemand opgebouwd die veel verder gaat dan puur de dans. Gewoon ook omdat je elkaar letterlijk alle dagen ziet en dat je alle dagen 6, 7, 8 uur samen in die danszaal staat. En hij weet momenteel ook gewoon alles wat er in mijn leven omgaat. En dan is dat gewoon heel moeilijk om ineens op een week tijd zo'n band te creëren met iemand anders. En ook al kennen we elkaar hier allemaal heel goed en komen we allemaal heel goed overeen, het is toch nog net iets anders als met je eigen danspartner. Want hoe voelt dat als er iemand naar huis gaat? Want jij zit nu altijd redelijk in de safety zone. Ja. Je hebt nog nooit bij de laatste twee gestaan. Hoe voel jij je bij een afvaller? Ja, dat is sowieso elke week enorm moeilijk om iemand te zien gaan. We zijn echt al van week 1 een enorme grote familie. En die sfeer, dat is gewoon iets wat we altijd gaan blijven koesteren. En we hebben nu zeiden we het al deze week, van als we daar stonden, van dat we gewoon de hele tijd het gevoel hebben alsof er nog iemand mist. Omdat we met zo weinig nog overblijven. En dat gaat volgende week alleen maar erger worden. Dus, rare week. Simone, how do you think it will be for everyone and how do you think how important it is for everyone to change from dance partner? I think it's going to be obviously a challenge for everyone because you kind of get used to work with the same person. And I mean, we've been working together since October, so it's not easy in a week to be able to produce a show and feel comfortable, but at the same time I think it's a great way to step out of your comfort zone and still be able to, when the camera is there, to put on that show no matter what's happening, to be able to perform. So I hope that for her and anyone else, obviously, I think they can take the best out of it and take it as a growth and be able to step up the game, you know. Do you have faith in Nina? Do you think she will handle it? I will always